Ja, wij vinden het heel leuk als de ketting in Waalwijk groeit, dus mensen kunnen zich eventueel opgeven op www.kettingkledingruil.nl Ja, het is elke keer weer een, een beetje een verrassing wat je krijgt. Een keer in de drie weken krijg je gewoon een tas en alle leuke spullen haal je eruit. En alle spulletjes die je zelf hebt, die, die stop je er weer in. Dus het is, uh, ja, ik vind het echt heel leuk. Uh, het allerleukste vind ik wel dat het uh, nou ja, enerzijds natuurlijk duurzaam is. Het leuke is ook wel dat je kleding krijgt uit de tas die je misschien zelf niet zou kopen in de winkel. Uh, zoals het jasje had ik misschien in de winkel zelf niet gekocht. Dus ik denk, nou, dan haal ik die er een keer uit en dan uh, stop ik er iets anders voor terug. Eigenlijk is het idee ontstaan in Amsterdam Noord bij een groep vrouwen die eerder al. Uh Kledingruil evenementen organiseren op hele grote schaal. Maar vanwege de corona tijdens de eerste lockdown euh, hebben ze een alternatief moeten bedenken. En euh, ja, toen euh, dacht ik, nou, dat kunnen we in Waalwijk ook opzetten. Wij euh, gaan als volgt te werk: we hebben dus de tassen, die worden gebracht. Euh, nou ja, eigenlijk voor degene die aan de beurt is, die de tas heeft, die belt aan en die doet de stap achteruit. En euh, die, euh, ja, degene die de tas ontvangt, die. Euh, Wordt uitgelegd hoe die uh, te werk gaat, of uh, de persoon weet het al. Die mag de tas drie dagen houden. Die kijkt of er iets leuks in zit. En die doet er ook iets leuks in terug. Dat hoeft niet één op één. Soms geef je meer, soms neem je meer. En dan uh, brengt hij de tas naar de volgende. Het is geen uh, bulle kleding die je rond laat gaan, maar het zijn echt wel de betere tweedehands stukken. Ja, de kleding uh, die achter mij uh, staat op de poppen. Uh, dit is echt een voorbeeld van wat er in de zakken zou kunnen zitten. Uh, gewoon uh, kleding die wel nog netjes is, die van deze tijd is. Uh, geen gaatjes, geen pillen. Dus we proberen wel de kwaliteit in de tassen echt zo hoog mogelijk te houden. In Waalwijk doen er inmiddels veertig dames mee. En we hebben vijf tassen die rolleren. En in deze tijd levert het ook wel sociale contacten op. Ook al is het minimaal, maar het is toch leuk. Uh, en zeker in je eigen stad. Je leert je eigen bewoners toch net iets beter kennen. Ja, het, het, het wordt heel enthousiast ontvangen. Dus uh, we hopen dat de ketting heel hard gaat groeien.